De loodjes. Woensdag dan is het zover. En ik ben nu nog druk bezig met z'n allen om goed invulling te geven aan de laatste onderdelen van de campagne. Oké, succes vandaag. Je moest €5 betalen voor een flyer van het CDA. Ja, dat was helemaal niet. Tuurlijk is die gratis. Dat beginnen we niet aan, hoor. Het is alles of niets. We krijgen overal gratis. Wordt geflyd en u moet zeggen, we moeten €5 betalen. Nee, dat kan echt niet. Wie neemt de tijd op? Help maar een beetje. Zet maar een beetje goed. Zet hem goed. Goed zo. Ja, oké. Deze meneer die komt woensdag stemmen, zegt hij net tegen mij. Geweldig. Ja, toch? Nee. Ik zit nog in dubio wat ik nemen zal, CDA of PvdA en die andere. Zoveel procent gaan er niet stemmen. Nee, dat is heel erg. Dat is de helft. Ja, dat is heel erg. Ik heb wel het vertrouwen erin dat Nijkerk toch een betere opkomst zit dan dat ze landelijk benoemen. Daar heb ik echt wel... Maar als CDA kom jij goed over. Nou, dat vind ik nou toch schattig. Ja. We gaan kijken wie vanmiddag een van de sportiefste partijen is. Wellicht kunnen we daarop stemmen. Heeft het helemaal niks te maken met hun politieke achtergrond of de ideeën waar ze voor staan. Maar wat mij betreft, jongens, de eerste twee deelnemers, doe je best. Zijn we zover? Ja. Starten we, heren. En dan zien we, dames en heren, een aantal lampjes. Dit is het eerste dat er een rondje vol heeft. Jan Poorten, kom er eens even bij, want het is jouw partij. Je bent behoorlijk fanatiek wat dat betreft. Ja, ik had niet anders verwacht. Dat land met één arm, ja, die gun je toch helemaal. Nou, normaal is het zo, als je verkiezingen hebt, dan kan je gewoon ergens online invullen wat je voorkeur is en wat je belangrijk vindt. En dat er dan een stemwijzer is en dan zegt, nou, dan moet je bij bijvoorbeeld CDA zijn. Ik weet het niet. Het is misschien heel erg dat ik dit zeg, maar ik weet echt niet of die in de gemeente Nijkerk aanwezig is. Er zal een goede verhouding moeten zijn tussen huur- en koopwoningen. De gemeente moet ervoor zorgen dat niet nog meer sociale huurwoningen aan het bestand worden ontrokken. Dus dat proberen we te doen. Hè. De huurwoningen moeten gewoon echt beschikbaar zijn voor die groepen in de samenleving die zo'n huurwoning nodig hebben. En dat is het lastige om uit te leggen. Dat je gaat proberen om iedereen dat aan ondersteuning te laten krijgen wat u ook daadwerkelijk nodig heeft. En dat is ook moeilijk voor ons om uit te leggen, omdat wij willen dat niemand buiten de boot valt. En die ondersteuning krijgt die nodig heeft, maar dat kan voor iedereen weer anders uitpakken. Afhankelijk van de vraag die diegene stelt. Maar dat kan een verschil of ik dus in Nijkerk woon of in Ermelo.
de gemeente zou daar anders mee om kunnen gaan. Ja. Ja. En wij willen in ieder geval proberen om het wel te doen met het geld wat we ervoor krijgen. Mocht het in die overgangsfase nodig zijn, dan willen we daarover meedenken om te kijken of we dat tijdelijk goed kunnen ondersteunen met wellicht extra middelen als dat nodig is. Maar voor de langere periode zul je dat niet vol kunnen houden. Ja, helder. En als je kinderen hebt, dan wil je allemaal dat je kinderen hier kunnen blijven wonen, hè? En naar school kunnen gaan. En dat ze een omgeving hebben waar ze lekker kunnen sporten. En dat we elkaar nog kennen. Ja. Ja, dat is denk ik Nijkerk en dat moeten we zo houden. Absoluut. Absoluut. Dus ja, nou, staan ze maar een beetje te blauwbekken hier zo op het plein.